Zo, kijk eens aan. Goeiedag. Weer een les over aerodynamica en stromingsleer. En dit keer de continuïteitswet. En de continuïteit staat voor iets wat hetzelfde blijft. We gaan eens kijken wat dat betekent. Maar daarvoor eerst moeten we kijken wat het volume debiet betekent. Die term die kun je dan uiteindelijk, als je die begrijpt, toepassen. En dan snap je dat daar ook een continuïteit uit ontstaat. Een continuïteitswet zelfs. Uiteindelijk moet je hem kunnen toepassen in een eenvoudige berekening. En uiteindelijk hebben we die ook nodig om de lift te gaan bepalen. Als voorkennis moet je wel even weten hoe je het oppervlak of het volume in dit geval van het cilinder berekent. En de dichtheid die komt ook nog een keer van pas. De continuïteitswet. Kijk, de wet van behoud van massa. En als je een stokje hebt en kan hem wel breken. Maar ik hou die massa. Of een koekje. Nou, de massa van het koekje is afgenomen, maar mijn massa is weer een beetje toegenomen. Een slokje water. Nou, het is nog steeds hetzelfde. Het is alleen ergens anders. Of dichtheid is een verhouding van massa en volume. Dus als ik ga kijken naar een wet van behoud van massa, heb ik het eigenlijk ook over de wet van behoud van volume als die dichtheid maar niet verandert. Dus als ik een ballon met water heb en ik ga er een beetje in knijpen, de dichtheid van dat water verandert niet. De massa ook niet, dus eigenlijk het volume ook niet. Ja, de vorm verandert misschien, maar niet hoeveel. En ja, er is steeds wat tussen mijn tanden, jongens. Maar het kan natuurlijk zo zijn dat je zegt, ja, dan heb ik dus ook een wet van behoud van volume. En dat geldt ook zo voor gassen. Kijk, want ik heb hier een ballon met gas. En die verandert ook qua vorm, maar niet qua volume. Als ik ervan uitga dat het gas niet samen drukbaar is. En dat is denk ik wel handig om te weten. Kijk, als ik een buis met water heb, ga ik dit voorbeeld met jullie bespreken nu. Kijk, je ziet hier een stromende vloeistof. Het idee is dat je een buis ziet met een stromende vloeistof waar je wat losse elementen in kunt ontdekken. En je ziet dat er onderling geen wrijving is en geen verschil in dichtheid. Alles heeft zo keurig zijn plek. Je ziet hier wat handvat waar we straks aan kunnen gaan trekken. Want dit is een beetje een animatie. En in die animatie kunnen we snelheidsmeter pakken. En stel dat er 0,7 meter per seconde stroming is, dan is dat overal hetzelfde. We kunnen de vloeistof sneller laten stromen door de kraan verder open te zetten. Maar er is natuurlijk nog een andere mogelijkheid. En dat is door het aanbrengen van een vernauwing. Kijk, we gaan de buis wat smaller maken. En je ziet dat de snelheid toeneemt. Je ziet ook de richting veranderen. Want de snelheid is een vector. De stroomrichting verandert. En uiteindelijk zit ik hier op een flinke toename in de snelheid. Je weet dat het te maken heeft met de niet samendrukbaarheid. De ballon die wel vervormt, maar niet samengedrukt wordt. En zo is het met de vloeistof ook. Het vervormt niet, maar het gaat sneller stromen. Kun je dat dan ook zien straks naar een formule? Kunnen we daar wat ook mee wat gaan rekenen? Ja, je ziet hier dat de stroomsnelheid 5000 liter is per seconde. In kubieke meter is dit dus 5 kubieke meter per seconde. En dat was de eenheid van het volumedebiet. Laten we eens gaan kijken hoe zit dat hier. Als we verderop gaan kijken. Als we verder gaan kijken, dan blijft dat volumedebiet blijft dus die 5000 liter per seconde. Waar we ook gaan kijken. Dus op alle stukken komt evenveel liter voorbij. Daar kunnen we wat mee. Dus wordt het oppervlak kleiner, gaat de snelheid omhoog. Laten we eens kijken hoe dat in formulevorm werkt. Dit voorbeeld hadden we ook kunnen toepassen op een stromend gas. Want gassen die niet samen drukbaar zijn, kunnen we op dezelfde manier gaan benaderen. Daar kom ik zo nog even op terug. Het volume van een cilinder, oppervlak keer lengte, dus oppervlak keer hoogte. Bij hydrauliek al gehad dat als ik een diameter neem die twee keer zo groot is, dat het oppervlak wel vier keer zo groot. Dus wordt het oppervlak vier keer zo groot, dan wordt de lengte vier keer zo klein. Want het volume dat moet constant blijven. Dan wordt het oppervlak twee keer zo klein, dan moet die twee keer zo groot worden. Nou, waar heb ik het dan over? Ik ga ook nog eens kijken naar het volume debiet. Dan zeg ik dat volume dat komt dan voorbij. Het is stromingsleer tenslotte. En als er een bepaald volume per seconde voorbij komt, dan noem ik dat V gedeelte T. En
dan kan ik zeggen dat het is hetzelfde als het oppervlak keer de lengte gedeeld door de tijd. Dus dat is een aantal kubieke meter per seconde. Dat volumegebied is constant. Dus A keer V is constant. Dus de snelheid keer het oppervlak is constant. Dat is interessant. Dat noemen we eigenlijk de continuïteitswet. En stel je voor dat je links een oppervlak hebt van 50 vierkante centimeter. En een stromingssnelheid van 2 meter per seconde. En ik heb rechts een oppervlak van 10 keer zo klein, 5 vierkante centimeter. Wat is dan de snelheid? Hier vul je dan het eerste oppervlak in. We gaan hem invullen. Oppervlak keer snelheid bij de eerste situatie is 50 keer 2 is 100. En hier het oppervlak van 2 vul je in en dan krijg je uiteindelijk hier de onbekende. Nou, die 5 delen we links weg, dus er staat 100 gedeeld door 5. Dus je hebt een snelheid van 20 meter per seconde. Dat hadden we al verwacht, hè? Als die oppervlak 10 keer zo klein wordt, gaat die 10 keer zo snel stromen. Dus van 2 meter per seconde naar 20 meter per seconde. Dit kunnen we goed toepassen. Neem nog een slokje. Koekje zit er nog steeds. Oep. Kijk, bij een vleugel is dit ook aan de hand. Je ziet hier een plaatje waarbij de bovenkant van de vleugel, er komt een pufje lucht aankomen links van de vleugel. En je ziet aan de bovenkant die stroomlijnen, uiteindelijk komen we daar later nog op terug, die gaan wat sneller. Je ziet dat de bovenkant de lucht sneller beweegt dan aan de onderkant. Kunnen we daar ook die formule op toepassen? Ja, je zag het. De bovenkant die lijkt sneller te stromen dan de onderkant. Maar er is nog iets anders aan de hand. Die lucht, misschien zag je het, die gaat van begin af aan een heel klein beetje omhoog, al voor de vleugel. Dus als je zegt, hoe zit het dan met die snelheid en hoe zit het dan met het oppervlak? Nou kijk, de snelheid gaat hier omhoog. Maar hoe zit het nou met dat oppervlak? Nou kijk hier, dit is het oppervlak aan de bovenkant van de vleugel. Die lucht die gaat hier omhoog, die botst hier tegen die vleugel aan. En ja, de lucht hierboven besluit om bovenlangs te gaan. En de lucht hieronder besluit om onderlangs te gaan. En je zult zien dat dit het stuwpunt is. En dit stuwpunt, dat wordt later nog een keertje besproken. En dit noemen we de upwash. Dus dit deel wordt samengevoegd, geperst tot dit deel. Althans, het wordt niet samengeperst, want het was onsamendrukbare lucht. Het wordt dus door deze cirkel heen geduwd. Oftewel, de snelheid van 1 is veel groter dan hier. Ik denk dat het voor zich spreekt. En hieronder dan? Nou, hieronder wordt het oppervlak eigenlijk groter. Hè? Want de lucht die wordt hier een beetje, je krijgt wat meer ruimte, dus die kan wat trager gaan stromen. En daardoor zie je een groter oppervlak en een kleinere snelheid. Hier hebben we nog een keer dezelfde stroombuis. De vernauwing die hier zit, dat noemen we ook wel een venturi. Dus ook boven een vleugel, waar de lucht sneller over de bovenkant stroomt, zouden we kunnen vergelijken met deze venturi. En wat is er nog meer interessant dan alleen maar die snelheid van de lucht? Dat is het bruggetje naar de volgende clip. Dat is dit. Kijk, de druk in deze vloeistof, laten we zeggen, is ongeveer 130 kilopascal. Als ik rechts meet, zou ik dat ook moeten meten. Ongeveer. Er is een klein verschil. Wat gebeurt er nu als ik richting die venturi ga? Zie je het al? Had je dit verwacht? Had je verwacht dat de druk lager werd als de vloeistof sneller ging stromen? Maar het stroomt toch sneller? Je zou toch meer druk voelen? Nou, hoe dit nou verder zit, dat gaan we in de volgende clip bespreken in de wet over Bernoulli. Deze logica die gaan we toepassen uiteindelijk om de lift te verklaren. En wat heb je dus gezien? Je weet dus nou dat er een volumedebiet is, kubieke meter per seconde. Daar komt dan een continuïteitswet uit. Daar is de basis van dat die aantal kubieke meters wel moet voorbij blijven stromen per seconde. En je kunt hem toepassen. Nou, je hebt net een voorbeeld gezien. En vind je dat lastig? Kijk het nog eventjes terug. Oké, tot de volgende clip.